zoals je nu ziet, dat weet al graag iemand. Kijk, die hand is niet goed. Een grapje, ik ging heus niet weg. Grapje, kijk mij, ik leg mijn rug. Alsof je lichaam van klei is, zo. Het blijft. Oh my god, viervoeters. Jij hebt ook een poep gehad. Ik ga naar ruiken. Best wel zonde, toch? Als je zo kijkt, dat je denkt, nou, het gaat gewoon straks via het putje. Het loopt gewoon weg. Ik zit in de zon. Ik moet wel zeggen, het is een tikkie smeltings. Ik heb een trui aan, maar niemand snapt het. Nee, niemand snapt het. Nee, oké. Okay. Ja, maar dat kan jij wel, want jij bent een kleine Surinaamse boy. Ik kom wel uit Nederland uit. Ik kan er niets aan doen. Ik weet dat het niet mag. Maar ik kan niets beginnen als hij kijkt naar mij. Hij heeft zijn stout. Dus Wesley niet het lied. Hij nieste net. Maar hoe niest papa? Hoe niest je vader? Achoo! Nee, het is echt uit het niets gewoon. Je hoort ook niet dit. Het is in één keer. Achoo! Nou, je nekharen, jongens. Ze staan in ze rechtop. Ze gaan er gewoon uit. Zo kies, kies, bam. Sorry, we cannot live. Achoo! Ja, zo. Oh, maar weet je wat het mooie is, Frankie? Als hij tegenover je zit, dan zie je het wel. Want dan ziet je vader zo. Lelijk. Zo. Goeie grap. Nou, was het maar een grap. Het is de waarheid. Oké. Okay. Eet je nog even het laatste hapje? Hallo. Doppie. We willen weer grappen maken in huis. Overleg, wat gaan we vandaag doen? Oh, Ellie moet werken, ze baalt een beetje eigenlijk. Is het zo? Ja, ze denkt, ja, nou ja, tuurlijk, ze ook balen. Als het lekker weer wordt. Nou, de groeten, hè, jongens. Dag. Lulu is ook al helemaal ingeburgerd, hè. Je kijkt niet eens meer om naar ons. Trutje. Jongens, we zijn in 010. Je mag hier niet in. Er is iets snel doet. Valt op met dit geluid van deze auto, dat jij eraan komt, dus. 010, daar zijn we. En we gaan iets doen. Ik heb niet gefilmd, omdat, surprise, surprise, binnenkort komt er een nieuwe track met een nieuwe clip. En voorbereiding is vereist. Ik heb elastieke kleding aan, dus je zou... Elastische training? Nee, elastieke kleding. Oh, noem je dat zo? Ik vind van wel. Oké. Okay. Het is elastisch, hè? Ja, maar alleen elastisch materiaal, maar ik vind elastieke kleding, want... Klinkt net als elastiek. En okay. soms moet je gewoon ook even iemand laten in zijn gekke woorden. Sorry, ja, of iemand gewoon verbeteren als hij onzin praat. Ja, onzin. Maar dan spreek je die nou, verbeter je ook als hij. Klopt, maar dat is, kijk, dat zeg je iets. Dan maak je een heel goed punt. Maar ik zeg het nu niet waar Frankie bij is, dus hij leert het niet. Maar ik wil de mensen meegeven dat je voorbij de regels moet soms. Voorbij wat we kennen, wat hoort. Elastieke kleding. Vond je het net goed gaan, Res? Trouwens, die. Je deed het heel goed. Die repetitie? Je deed het goed. Bedankt. Ja, je deed het goed. Oké, okay. Uitgebreid antwoord. Ja, het ging dus zo. Wanneer releasen we dit liedje? Eindelijk. Volgende maand toch, schat? Altijd. Je weet ook wanneer we releasen. Sommige dingen denk ik, als jij zelf nadenkt. Maar we gingen even stoppen met iedere vraag. Dus gewoon weer een laatste vraag. Hebben we toch niet deze maand? Nee. Dan weer een maand erop. Toch? Nee. Dus je zegt het hardop en dan denk je, oh ja. Oeh. Ja. Dus dan, I think you're gonna dig this. This is a collab. Collab betekent samenwerking. Ik verwacht, weet je wat ik wel mis, ik doe verwachtingen, dat doe je gewoon niet meer. Ik verwacht gewoon dat ik heel veel plezier ga hebben en dat vooral. En dat je er heel blij mee bent. Dat ik er blij mee ben. Ja, dat is de verwachting voor mezelf. Dus, ieder voor zich toch, wat hij verwacht. Ik moet zeggen, wij zijn nu een paar uur hier aan het werk zonder Frankie. En ik kom nu echt aan werk. Nu pas voel ik van ja, ik maak meters. Oké, geen respect voor mijn werk hier. Dus we gaan hem wel van eentje ophalen hoor. We gaan hem ophalen, want ik wil even een leuke TikTok weer met hem opnemen. Ik heb een idee. Ik heb een heel veel idee hoor. Ik hoop ook dat hij het leuk vindt. Die vorige met die tuinslang viel niet helemaal ten goede. Ik moet zeggen dat het voor de video juist goed uitkwam dat het geval was. Maar dit moet je niet te vaak doen. De band moet zo blijven tussen ouder en kind. Dus. Ons kind zou hier zijn. Zelfhulp. Hoe heet zoiets nou? Bouwwinkel? Een bouwmarkt. Bouwmarkt.
Dus omdat ik gewoon weinig kom, jongens. Ik ben niet echt handig. Creatief wel, handig niet. Ja, waar zijn ze, hè? Dus het wordt nu gewoon zoeken. Wat zeg je? Wat denk je, links of rechts? Mijn gevoel is echt rechts. Leeg. 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 Hoi, Brianna. Waar ze bij de tel? Ik denk het. Nee, ze zijn hier niet, hè? Zijn dat ze? Nee. Het is hier te stil. Het is hier ook te stil. Het is hier te stil. We doen ook alsof we een soort van, we moeten ze vinden voordat ze ons vinden. Het is gewoon... Salutje. Hey! Hi, schat! Zoals je nu ziet, dat wij al gaan filmen. Hey, wat lekker. Ik zag wel een verbeterpuntje. Je keek naar jezelf in plaats van naar de kijker. Je weet het, hè? De kijker. De kijker. Ik zie de kijkers hierzo. Hierzo in het kleine pakje. Nee, dat zijn wij gewoon met twee. Het zijn twee kijkertjes, tuurlijk. Niet het kleine pakje. Dat zijn cijfertjes. Lijkt op kijkertjes. Niet het kleine, kleine. Nee, nee. Ook niet. Nee, dit is eigenlijk deze discussie die verliezen. Nee, hij is bijna leeg. Hé, hey, dat weet je weer wel. Batterij change. We gaan een video opnemen. Later. Hup, duwen. Treetse, lekker ding. Oh jongens, die TikTok video, bloed, zweet en tranen. En met zweet bedoel ik intens. Bloed omdat ik heb mezelf baseerd tijdens een move. En tranen omdat ik vraag veel van mezelf. Ik doe mijn eigen stunts, dat is één. En Frankie wil zijn eigen stunts doen, dat is twee. En Wesley is een schat, maar filmen. Ja, dat is. Hij is wel heel sterk met gewichten optillen. Laten we daarop houden. We testen eventjes hoe goed je luistert zonder riem, doe. En we zijn erachter gekomen dat je best goed naar onze stem luistert en de commando's. Totdat er een andere hond in het spel is, dan is ze compleet verblind. Oh my god, vriesvoeters. Jij hebt ook een poep gehad. Ik ga het ruiken. Ja, dat is geval. Dan moet ik zeggen, het is aandoenlijk om te zien dat je hond contact legt met een andere hond. Maar het warme weer is weer aangebroken, dus mensen hebben korte broeken aan. Dus je ziet blote kuiten en dan gaat ze opspringen. En dan zie je gewoon zo'n nagels al. Niet dat het open ligt en ik zie witte pezen, dat niet. Maar je ziet wel zo dat, je weet toch als je huidje droog is en je doet zo'n wit streepje hebt. Ja, dat zie je dan bij al die baasjes, dat je denkt, of jij smeert niet goed in, of de nagels van mijn hond zijn scherp. Een van de twee, hoe dan ook. Ik denk niet dat je dit de volgende keer wil. Maar ze zijn allemaal heel erg van, oh, wat een lieve hond. Ondertussen gaat ze weg met een soort van zebraprint. Ja, dat doe jij, meidje. Dat doe jij, hè? Je bent zo, hè? Je bent het, hè? Och, je vindt weer iets? Je bent er iets op het spoor? Ja, wat heb je gevonden? Gras? Een goeie, goeie meidje. Dit is zo, ik ga nu weg. In en uit het kantoor. Jongens, kijk. Lotje, ik kom later weer, oké, okay, baby? Ik zie je later weer, doei! Love you! Lijkt me een standbeeld, jemig. We zijn vandaag wel van de in- en uitjes, ja. Even weer een glow op mezelf gespoten, hoor. Ik ben niet super blakka. Maar ik heb wel weer iets weg van zo'n bikini model. Die bronzen meisjes. Weet je wel. Alright, on to the next. We zijn veel onderweg. We zijn veel onderweg. En jullie zijn lekker mee. Dus samen. We're in this together. Ik pak veel kilometers vandaag. Ik zit wel aan de andere kant. Dat betekent inderdaad iemand anders achter het stuur, zoals het hoort. De formaties, zoals we het kennen. Is dit het centrum van Leiden? Is het Leiden toch waar we zijn? Huh? Leiden. Dit is Leiden. Waar staat Leiden ook weer voor? Studentenstad vooral. Studentenstad, ja. Studenten. Nee, die zijn... Studentenstad vooral. Het is wel gezellig hier, ziet het eruit. Of is er gewoon iedere stad waar je in rolt, ziet er gezellig uit als het centrum is? Nee, dit is wel leuk. Dit is wel cutig. Hier, ja, toch? De Wolsteeg. Wollig. Mensen met extra veel pubic hair. Dat is wel leuk gewoon. Ja, ik vind het heel appetijtelijk. Ik zal het laten zien, mensen. Kijk, super cute. Super cute. Kijk hier. Omaatje. Ze kijken niet blij dat we hier rijden. Eigenlijk. Oh, dit is leuk. Dit vind ik leuk. Dat je van die boompjes hebt. Mooi, hè? Dat vind ik heel leuk. Dit soort boompjes. Wat een rust.
de ruimte ook. Jongens, we zijn in de oudste. Nou, de oudste stad Schouwburg die nog een originele look heeft. Wow, Leiden, daar zijn we. En ik zou hier volgens mij vorige week spelen. Wat dus niet doorgaat. Vreselijk verdrietig en jammer. Nou ja, dat is zwaar. Jammer. Helaas. En we zijn er even geweest om mooie foto's te maken. Ik heb een mooie foto gemaakt. We hebben even geproefd. We hebben gezeten. Even gelachen. Even door de microfoon. Heel even meer het gevoel. Lulu, je hebt het ook gemist, hè, meid? Eerlijk. Hé, Lou? Vind je ervan? Je kan niet wachten ook, hè, tot we weer mogen. Je kan niet wachten, hè? Je staat heel statig erbij. Ze denkt, dan kan je even weg, want ik wil even helemaal voor mezelf. Alleen, own energy, ik ben een solo artiest. Ja, kijk, ze pakt meteen de mainstage. Met je neus in de boter. Chris zegt, Frankie is opgehaald op bier. Van de BSO, zal ik je eraf zetten? Had ik nog gesport? Ik zeg, doe maar. Want ik voel aan dat het hier geweldig is. Qua voedsel en qua gezelligheid hoor. Dus ik ben er niet alleen maar voor het eten. Ik zit in de zon. Ik moet wel zeggen, het is een tikkie smeltings. Ik heb een trui aan, maar niemand snapt het. Nee, niemand snapt het. Nee, oké. Nee, ik heb nog geen trui aan. Ja, omdat ik dacht, Nederland, namiddag, koeler. Het gat in de ozonlaag, jongen. Je voelt het echt. Je geniet, hè? Je geniet met het mondje. Ho, hou het recht. Hou het recht. Je doet het goed hoor. Wat vond je van de soep? Gritbana soep. Gritbana, wat vind je ervan? Oké. Okay. Nou, ja. Wat vind je ervan? Dit is toch wel lekker hè? Er zit wel pittig in. Ja, maar dat kan jij wel, want jij bent een kleine Surinaamse boy. Ik kom wel uit Nederland uit. Ja, maar je vader is Surinaams, dus je bent half Surinaams. Want je eet peper. Kijk hoe je pittig eet, zo makkelijk. Hij moet er wel over nadenken, heel lang. Hou maar je kommetje, ik zie het bijna echt. Oeh, hou maar. Oh, oh, ja. Het is echt aardig pittig, maar hem. I can't be stopped. Warm. Je hoort ook dat iemand eraan komt al. Ja. Het geluid. Sensatie. Dat is hem niet, jongens. Dat is hem dit niet. Dit is te zacht, dit is te zacht. Dit is te zacht en half elektrisch. Nu. Dit. Ja. De beat ook. Frankie, kom. Papa gaat op de stoel. Papa, je bent te laat voor dit eten. Alles is op. Balen. Oh. Ja, hij voelt het gewoon, die beat. Hey, weer die X-been. Toch iets van mij. India, Star India. India, Star India. Palooga. Oh ja, ons lied. Gaat je ook in? In het woud is het koud, wonen indianen, schieten niet met pijlenboog, maar schieten met... Toema, 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 toema. Schiet hem dood in zijn poot, leg hem in een kiesie. Doe er dan wat water bij, dan zwemt hij als een visie. Toema, 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 toema. In het woud is het koud, wonen indianen. Bla 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 bla. Ze komen eigenlijk uit Vianen. Oh, van zo waarschijnlijk alleen heel makkelijk. Kijk, die hond is niet goed. Een grapje, ik ging heus niet weg, grapje, kijk mij, ik leg mijn rug, ik ben lief. Oh, jeetje, wat is dit voor army training? Ik heb deze training nog nooit gezien, maar het werkt wel. Oh, ze heeft dat nodig, de harde hand. Ze is zo eentje, ze houdt ervan. Het werkt, hoor. Het werkt. Zo, als je ziet hoe het gaat, goed, zo, ik kan me niet eens meer worden. Zo onder de indruk ben ik ervan. Ik zeg eerlijk, het heb goed gepakt hoor, die ten. Met die badmuts lijk ik ook wel een klein beetje op, hoe moet ik dit, wat je ziet hangen, waren vroeger van die borden of uithangdingen bij de drogist. Weet toch? De vraag is natuurlijk, hoe bruin blijf je na de douche? Nou, kom op 1 minuut achter. En? Perfect. Dit is wel niet te weinig, perfect. Oeh. Wat is dit dan? Alsof je lichaam van klei is, zo. Het blijft.
die jongen hebben afgezet met de Lou. Wij gaan 2 dagen vol aan de beuk. De videoclip. En ik film niks. Ook geen impressie. Want ik maak een behind the scenes. Echt een video dat je ziet hoe het ging. Nou, wat grote nieuws eigenlijk voor de city. Het is 10 voor 1. Zoeken we naar een parkeerplek? Ja, in onze eigen straat. Altijd gevallen. Altijd. Laat in de... Niet laat in de avond, vroeg in de ochtend. Kijk, dit licht aan. Nee. Jawel. Nee, het was al aan. Net al. Maar ik bedoel met zeggen, waarom zou iemands licht aanstaan om 10 voor 1? Per ongeluk is er niemand in. Weet je hoe pijnlijk het is als je dat 's ochtends ontdekt? Nou, ik weet niet welk nummer daar woont. Ik ben ook niet van plan om Sherlock Holmes de hele straat af te gaan. Maar ik bedoel met van, het is niet leuk. Het doet jou niks. Wat ben jij een kille kikker, man. Het is niet zo dat ik daar wakker van lig. Nee, nou, ik heb nog... Waar lig jij wakker van? Zullen we daarop praten? Niet nu. Nee, nooit. Ik ben Wesley en ik heb geen stress. Zodra ik mijn matras raak, ben ik... Hey. Ik ben gewoon jaloers dat ik zo snel heb. Ja, ik ben ook een beetje jaloers. Jongens, het staat erop. Nee, het staat voor 2/3 erop. Morgen hebben we nog een deel. Oh, mijn voet. Korte update. Deze clip is erg steamy. Heftig. Sexy. Bliksem. Als de bliksem inslaat, dan heb je zo... Dat gebeurt er tussen mensen. Tussen de collab en mij. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb mijn hart ingegooid. Weet je, ik heb het echt passie gedaan vandaag. Hoe zonde is het dat je dit lookje eraf moet wassen nu? Dit is toch helemaal... We kunnen, het is laat, maar... Nee, je moet die Wesley sowieso niet vragen om foto's te maken. Nee, het is... Ik dacht, ik heb een lekker make-upje, dus dit is wel het moment om even een foto ervan... Om uit te gaan. Uit te gaan? Nee, niet per se. Hoor je wat je zegt? Uitgaan. Noem 1 club die open is nu. Best wel zonde, toch? Als je zo kijkt, dat je denkt, nou... Is allemaal, het gaat gewoon straks via het putje, het loopt gewoon weg. Ja, is hard voor gewerkt. Hard voor gewerkt, ja. Kunnen we een thumbnailtje doen? Oh, we kunnen een thumbnailtje doen. Wacht, ik ben aan het nadenken. Heel moeilijk. Oh mijn gunstens. Thumbnails. Wat doen al die beauty meiden altijd? Die zitten heel nonchalant van, I'm just here sitting, feeling great, kaaklijn. Ik vind het moeilijk hoor, een thumbnail in 1 keer te bedenken zo. Wat is de titel? Wat is de titel? Ik heb een nieuwe clip gedraaid. We hebben een nieuwe clip gedraaid. Het staat erop, yes. Tango. Nee, dat zegt niemand. Raps, ook niet. Taco, it's a rap. Wauw. Veel woorden. Res, anders kom jij even erbij met het thumbnailtje. Je bent vaak niet erin. Kom even, kom. Dat is wat. Nee, ik heb je echt nodig. Je kan niet zomaar eventjes weg. Kijk alsof je leeft. Hierin kijken. Oh, je kijkt. Waarom kijk je zo? Wat is hier aan het handje? Oké, we zijn zo zoekende. Wat gebeurt hier? Ja, je hebt hem. Oké, hebben we hem? Ja, zeker. Oké, top. En weg. Wauw. Het is niet erg. Maak je niet druk. Ik ben eenzaam. Ik ben alleen in mijn eentje. Eenzaam, eentoon. Eend. Gekke eend. Vreemde eend. Je bent met er eentje. Het is zoveel minder leuk als je het niet kan delen. Ik kan er niets aan doen.